staan met 0 punten. En niet omdat we heel slecht hebben gevoetbald of de tegenstander heel goed is geweest. Maar gewoon omdat we denk ik in de 16e doelpunten heel makkelijk hebben weggegeven net. De trainer gaf vorige week aan, we zijn cadeautjes weggeven zat. Is deze week niet gelukt, die cadeaus niet meer weggeven? Nee, opnieuw inderdaad. Ik denk dat er verder niet zo heel veel aan de hand was vandaag. Vorige week ook niet trouwens. We hadden wat anders voorgesteld, denk ik, na Tech uit en Jong Volendam thuis. Maar ja, we staan met 0 punten. En niet omdat we heel slecht hebben gevoetbald of de tegenstander heel goed is geweest. Maar gewoon omdat we denk ik in de 16e doelpunten heel makkelijk hebben weggegeven net. Hoeveel was dat anders? Nee, want ik moet deze ook nog zelf gebruiken om er zelf in te praten. Het is handig twee dingen tegelijkertijd opnemen. Maar je geeft het zelf al aan, Tech en Jong Volendam, dan zou je zeggen, nou ja, 6 punten is mogelijk, maar op een of andere manier, vorig seizoen, het seizoen ervoor, jullie starten iedere keer niet al te best. Hoe komt dat? Ja, weet ik niet. Voorgaande jaren hebben we ook wel gewoon echt slecht gespeeld. Vind ik dit jaar niet. We hebben een hele goede voorbereiding gehad. En ik vond het veldspel eigenlijk ook gewoon wel goed, ook de eerste wedstrijden. En als we een van deze wedstrijden hadden gewonnen, zeiden we gewoon, we hebben tot vandaag ook gewoon prima bijgestaan. Dus ik vind niet dat we slecht zijn gestart, qua punten zeker, maar qua veldspel en hoe we als groepen in elkaar zitten en als tactiek zit alles eigenlijk wel redelijk in elkaar. Het is wel leuk als dat ook in punten wordt beloond. Ja, want in de eerste helft, nou, jullie geven eigenlijk geen kans weg. Spelen Jong Volendam dan af en toe bij tijd en wijle ook nog wel eens weg. In de tweede helft is dat heel anders. Word je eruit gecounterd? Hoe kan het zo'n verschil zijn in één wedstrijd? Ja, eerste helft was gewoon prima. Tweede helft begint te denken een beetje hetzelfde. Alleen wij komen op 1-0 achterstand. Ja, dan kunnen zij natuurlijk inzakken. Hè. Dan gaan we eigenlijk misschien wel te snel vooruit omdat we 3 punten willen. En ik denk als je iets gecontroleerder speelt, dat je dan beter in de wedstrijd blijft. Maar uit gretigheid gaan we dan heel erg naar voren. Zodat je eigenlijk steeds een counter kan krijgen. En dan krijg je een andere wedstrijd inderdaad. Maar dat komt omdat je de doelpunten makkelijk weggeeft. Ja, en dan nog even over de ambiance van vandaag. Ik denk dat het weer misschien heel erg goed paste bij geen supporters. Want het was grauw, het was grijs, het regende als een gek. Is het wel leuk om voor eigenlijk helemaal niemand, voor ons te voetballen? Ja, nee, het is wel apart. Het is heel apart. Toen ik het veld opkwam, dacht ik ook wel van, nou, dit is niet best. Gelukkig was het heel slecht weer, dan heb je het, vind ik, minder door. Maar het is niet waarvoor je in de tweede divisie voetbalt. Daar horen ook gewoon supporters bij en mensen die komen kijken. Dus ik hoop dat binnenkort weer mogelijk is. Ja, want als we dan naar kijken, merk je dat tijdens de wedstrijd, dat je eigenlijk helemaal geen oes en a's hebt? Ik heb dat vandaag, moet ik heel eerlijk zeggen, niet zo heel erg doorgehad. Maar ik denk dat anderen het misschien wel hebben meegekregen. Ik heb het zelf iets minder doorgehad. Maar het is hier nooit super druk. En zeker niet met dit weer tegen Jong Volendam. Dus misschien was dit ook wel de beste wedstrijd om een keertje zonder publiek te spelen.